Wilt niet meer boeren, ziek je nou wiezen om in harmonie met de natuur te produceren. Geen pesticiden en keusdong meer, de natuur het werk dwaalitten. Ek, sparkberry in Burgum, dat blauwe baai en kersen teelt, is er drok maar dwaande. Van Hartjonk is het soms nog wat wennen, al die blommen en kruiden tussen de buerstroeken en de kersenbjemmen. Het is vooral zo'n Henk, die doet ziek het hokkerplanten de biodiversiteit verbeteren en staat de groen zoener Keuist Donk broekt het bedroon net meer. Van Luza we eigenlijk helemaal geen les meer. Overigens zouden we keuist mesten met broeken. En dat wisten wij net. En ja, dat is een spoor west opzetten, weer een Wurmmast. want ja, door ja, natuurlijk een gigantische blinde vlek haast, en, en de meesters een heel prode west, maar eigenlijk wist natuurlijk helemaal niks. Huid hier je een borkerij met van en skiip, en in het vliegendek nog bargen. Van 2008 is hij staderig omskerken naar fruitteelt. En zond vier, vier dogen ze net oorzaak Makkelijk wie die ooggang net. Ik kan heel veel leren, je het vertellen. Dus. Uh, het oorspronkelijke fieldje waar we mee begonnen. daar is. nog maar niet een stukje van over. Dat is al, al een keer vervenijd en vervroren. Dus ja, dat duidt er wel op dat er een heel grote fout is in het begin. Via een cursus en adviseurs het Henk interesse in een orenwieze van telen. In Gearworking met de Natuur. Dat was een ziektart, maar hij had de smaak goed te pakken. Elke week komen de wanneer verhalen uh, vanuit de wetenschap en de farm. Uh, werden uh, er heel nai inzichten blikken en dat maakten gewoon wat bijhouden. En ja, als je weer op het spoor zet en het internet zit vol. Dus als het een beetje wist hoe stiky maakt en er was een beetje kritisch op was leest, dan dan een heel lijn komen. Ja. Hoe Hoewel ze dat graag bollen? kent het bedrijf nog net zonder insecticiden. Ik kende net van mijn plezier uh, terug en maakte dat masker op en zo. Maar als toen maast, maast ook. want anders kiest een geen De belangstelling voor lokale producten is groeiende, dat is gunstig voor de verkeer. maar de concurrentie is groot. Het eerste corona hier hadden wij al een, 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 echt een toename van. van nou, meestal niet lokaal en dat soort dingen. En, en de tendens in de winkel is er echt wel wat. Alleen het is heel moeilijk om te zien dat je het winkel op de box En dat is gewoon zo. En als het niet, nou ieder iedere franchise is, in dat je in zijn winkeltje een hoekje vrijmaken van lokale producten. Dat, dat zou wel leuk zijn, maar dat, ja, dat, dat gebeurt haast net.